In deze video laat ik zien hoe ik twee oude afbladderende stoeltjes weer opknap met een nieuwe laag verf. In deze video verf ik één laag met mousse F, twee lagen met mousse RDM. Ik gebruik lijnolie Zeep Polaarscan, kwasten, schuursponsjes en afbijt van de bouwmarkt. Op de stoeltjes zit een lakverf die flink is gaan bladderen. Omdat de stoeltjes veel lastige hoekjes en kiertjes bevatten, kies ik er dit keer voor om een afbijtmiddel te gebruiken. Let op, regulier afbijtmiddel is een giftig middel en schadelijk voor het milieu. Er zijn ook ecologische varianten op de markt. Andere alternatieven zijn verfbranders, verfkrabbers of schuren. Na ongeveer een kwartier maak ik de stoeltjes schoon met een sopje van water en lijnolie Zeep Polaarscan. Met een hoge drukspuit spoel ik de stoeltjes af. De druk van de spuit zorgt ervoor dat de meeste verf nu loskomt. Let op de instellingen van je hoge drukspuit, zodat deze je hout niet beschadigt. Na het afspuiten bleven er meerdere plekjes over waar de verf niet loskwam. Wat ik had kunnen doen was deze plekken simpelweg even opschuren en ik zou dan direct kunnen gaan verven met mousse F. Deze hecht ook op opgeschuurde verfresten. In dit geval koos ik er toch voor om de stoeltjes kaal te schuren. Er bestaat altijd een risico dat deze plekken later alsnog gaan bladderen en dan bladdert de bovenlaag mee. Het achtergebleven schuurzaagsel spoel ik even af met wat water. Dat het hout nu nat is, heeft twee voordelen bij het verven. Ten eerste zuigt de verf beter in het hout en ten tweede hoef ik de verf nu niet meer te verdunnen. Bij het droog hout zou ik de verf met ongeveer 5 à 10% water verdunnen. Ik schenk verf uit een grote pot over in een werkpotje. De verf in de grote pot blijft zo schoon en vrij van bacteriën die ik anders met de kwast mee zou nemen. De verf in de grote pot blijft hierdoor langer goed. Ik verf één laag met mousse F. Ik wil later met mousse RDM gaan verven en deze heeft een grondlaag nodig. Mousse F is hier heel goed geschikt voor. Het is belangrijk om de verf dun aan te brengen. Je wil niet te veel massa aanbrengen. Nadat de grondlaag goed droog is, ga ik verven met mousse RDM. Hoe snel de verf droogt hangt af van de temperatuur en de luchtvochtigheid. Deze waren erg goed, dus ik kon de tweede laag er al na een paar uur op zetten. Ik verfde twee lagen met mousse RDM. Ik heb de RDM iets verdund voor het aanbrengen, zodat ik er dunne lagen op kan zetten.
Bedankt voor het kijken naar deze video. Op onze website vind je meer informatie.